We hebben net het grafiekje gezien van Martin over de toename van overgewicht in Nederland en in andere landen. Dan is het natuurlijk altijd leuk te kijken dat de Verenigde Staten zo heel erg voorop lopen. Maar ik kan je vertellen dat Nederland eigenlijk op hetzelfde pad zit als de Verenigde Staten 20 jaar geleden. Met andere woorden, als we er nu niet wat aan doen, en dat doen we gelukkig wel, dan gaat het sluipenderwijs, of eigenlijk heel snel, dan zitten wij over 20 jaar op die niveaus van de Verenigde Staten. En dat willen we graag voorkomen. Ik wil graag nu deze paar minuten vertellen wat het voedingscentrum daaraan bijdrage kan leveren om dat te voorkomen. En daarbij zijn de gemeenten vreselijk belangrijk. Want waar het moet gebeuren, dat is de wijk en dat is de gemeente. En wat kan een voedingscentrum daar dan aan bijdragen? Ja, dat is eigenlijk niets meer en niets minder dan ondersteunen. We kunnen ondersteunen met onderzoeken, we kunnen ondersteunen met feiten. En, en proberen de ervaringen die ergens anders gedaan zijn te bundelen en die dan aan te bieden. Misschien nog belangrijker voor ons op dit moment is de ondersteuning van professionals. We hebben het over GGD's. Ook kraamverzorging en artsen en een heleboel groepen professionals die er zijn, die kunnen niet zelf in alle wetenschappelijke literatuur duiken om de feiten op te duiken. Daar hebben ze allemaal geen tijd voor, het is veel te veel. En dan heeft het voedingscentrum een soort vertaalfunctie om die informatie kort en krachtig bij die mensen te krijgen voor eigen gebruik. Maar ook om door te geven aan hun cliënten of hun patiënten. Een andere taak van het voedingscentrum is te zorgen dat er een plek is waar burgers, consumenten informatie kunnen halen. En dat is dan objectieve informatie die wetenschappelijk onderbouwd is. En dan zie je meteen de relatie die wij hebben met de wetenschap. En ook met de Universiteit van Utrecht, dat wij eigenlijk nergens zijn zonder die wetenschap. Want wat wij doen is eigenlijk niks meer en niks minder dan de consensus die er is van informatie ten aanzien van voeding. Om die te vertalen in praktische dingetjes zoals een schijf van 5 en een balansdag. Dan wil ik toch eigenlijk nog even terugkomen op het punt van kennis. Want Victor heeft natuurlijk helemaal gelijk dat daar een enorm gebrek aan kennis is. De afgelopen 50 jaar zijn wetenschappers heel hard bezig geweest met uit te vinden welke voeding nou gezond is en wat nou net iets beter is dan iets anders. Nou, daar wordt nog over gepraat, maar daar is het einde zo'n beetje wel, ik hoop niet dat ik iemand beledig, maar een beetje wel in zicht. Maar waar we nog helemaal weinig van weten, is wat is nou het gedrag van mensen? Dus waarom eten mensen nou wat ze eten? En gelukkig zie ik eigenlijk hand over hand die kennis toenemen met wetenschappers die daar onderzoeken naar doen. Maar ja, als ik nu de balans op zou maken, zou ik zeggen, ja, we weten eigenlijk daar nog eigenlijk nog veel te weinig vanaf. Daar moet nog heel veel werk verrichten. Dan is het een beetje flauw om aan de wetenschapper te zeggen, waarom ben je niet eerder begonnen? Want dat zijn juist de mensen die er hard aan werken, maar het is wel zaak dat het gebeurt. Daarnaast, of daarbovenop, weten we eigenlijk nog minder van allerlei interventies die we doen, of die nou werken en niet, en hoe ze nou werken. Dus het is een volkomen legitieme vraag, waar we ook best wat aan kunnen doen. Want het speelveld, het oefenterrein, is eigenlijk aldoende leert men, dat zijn de gemeenten. En het is dus wel zaak daar heel goed naar te kijken. En wat je in de ene gemeente leert, ja, als de wiede weer gaat, dat doorcommuniceren naar de andere gemeente. En naar de andere plekken. Nou, dat hebben we dus nodig. Toch heel veel op experimentele basis om het land dan gezonder te maken. Een concept wat ik ten aanzien van voeding nog naar voren wil brengen, zijn de begrippen schuldige en verantwoordelijke. Er wordt vaak gezegd, wie is er nou verantwoordelijk voor het overgewicht van kinderen? En dan wordt er heel gemakkelijk gezegd, ja, dat zijn de moeders. De moeders zijn verantwoordelijk. Nou, ik kan je vertellen dat de onderzoeken die er zijn geweest eigenlijk aantonen dat de mogelijkheid van moeders om in deze samenleving wat meer ongezonde voeding, veel suiker, veel vet, veel zout, bij kinderen weg te halen, een vrijwel onmogelijke opgave is. Dat kan je wel zeggen, dat moeders verantwoordelijk zijn. Het grote probleem, of vaders, het grote probleem als je dat zegt, is dat dan onmiddellijk alle andere partijen een stapje achteruit doen en zeggen, ah, het is de moeder die het op moet lossen, of het is de vader, of het is het individu. Nou, één ding weten we zo langzamerhand wel, dat het probleem van overgewicht niet op te lossen is door de verantwoordelijkheid of de schuld bij één partij te leggen. En ik heb dus ook gemerkt bij het voedingscentrum dat het veel verstandiger is om te kijken naar wie kan helpen het probleem op te lossen. Nou, we hebben het net over gemeenten gehad. Je hebt het over burgers die daar een heleboel aan kunnen doen. Wetenschappers kunnen daar een heleboel aan doen. Maar ook, en daar wil ik dan mee eindigen, bedrijven. En bedrijven is natuurlijk een beetje, nou, sommige mensen vinden het een beetje ongemakkelijk in hoeverre je met bedrijven kan samenwerken als voedingscentrum, maar ook gemeenten, om deze zaken aan te pakken. Wij doen op dit moment als voedingscentrum, hebben we samenwerkingsverbanden met ongeveer 20 samenwerkingsverbanden, iets minder bedrijven, omdat we met sommigen wat meer hebben. Met sommige bedrijven is het makkelijker samen te werken dan met anderen. Je moet heel goed op je hoede zijn dat zo'n samenwerking niet gebruikt wordt of niet misbruikt wordt door een bedrijf om extra beter imago te krijgen. En dan eigenlijk over de rug van één klein projectje wat dan een beetje gezond is. Dus je moet wel heel goed kijken wat daar de bedoeling achter is. Maar er zijn, voor zover ik kan overzien, 4 redenen waarom het in ieder geval voor het voedingscentrum, maar ik zie dat ook al bij GGD's en gemeenten, dat het verstandig kan zijn om met bedrijven samen te werken. Het eerste reden om dat te doen is dat die bedrijven hun eigen klanten toch eigenlijk wel heel goed kennen. Als je het bijvoorbeeld over supermarkten hebt, waar we wat dan de eerste aangewezen is om samen mee te werken, dan weten die supermarkt vrij exact, vrij nauwkeurig in wat voor een soort klanten er bij hun komen en op welke manier die klanten aangesproken kunnen worden. Veel beter dan dat een voedingscentrum die nationaal dan aan het werk is, dat zou kunnen doen. Vergelijkbaar met hoe een gemeente dat doet, die dichter bij de bevolking staat en ook exacter de oplossingen kan brengen. Een tweede reden om dat te doen is de creativiteit. De creativiteit in de vorm van communicatie en van marketing en productontwikkeling die bij veel bedrijven aanwezig is, dat kan gebruikt worden om het probleem te helpen oplossen. Een derde punt, en dat is een hele belangrijke, is de distributie. Er zijn bedrijven die een fijnmazig netwerk in Nederland hebben van outlets. Dat als je wat wil regelen, als je wat wil doen, kan je dat via die bedrijven doen. Een voorbeeld. Het voedingscentrum wilde graag een boekje maken met gezonde tractaties die kinderen kunnen gebruiken op scholen. Dus met fruit een beetje leuk schillen en dat aan stokjes en dat soort zaken. Nou, daar hebben we een boekje van bedacht. Maar ja, hoe krijg je dat boekje dan bij de mensen? Nou, dan hebben we een partner gevonden in het bedrijf Lidl, die zich ook echt richt op de beste groenten en het beste fruit. En die heeft dan gezegd, nou, weet je wat we doen? Wij willen dat boekje niet alleen distribueren, maar ook laten drukken. Dus het voedingscentrum gaat dan de inhoud van het boekje bepalen. En die doet dan alle verhaaltjes die erin staan en de foto's. En Lidl die drukt het dan en die verspreidt het dan op hun kosten. En dan komen we op het vierde reden om met bedrijven samen te werken. En ik noem dat expres vierde, omdat ik dat zelf het minst belangrijke reden vind. Is dat die bedrijven dan ook een stuk van de kosten voor hun rekening nemen. Nou, dit allemaal nou samengevat, zeggen we eigenlijk dat het probleem in ieder geval van één van de aspecten van gezondheid, namelijk overgewicht, eigenlijk alleen maar op te lossen is als, en dat klinkt een beetje soft, en zo ben ik normaal echt niet, het klinkt een beetje soft, maar dat het alleen maar op te lossen is als je met de gehele samenleving, met iedereen, overtuigt van jongens, we moeten meedoen. Iedereen moet zijn eigen bijdrage leveren aan de oplossing. Dat zijn scholen die dat doen. En die doen dat ook. Je weet dat scholen vaak klagen van iedereen komt en ze moeten alles van ons. Nou, we zien, als wij bij scholen komen om een beroep op ze te doen en op leerkrachten een beroep te doen om mee te doen, dat er niet één is die zegt nee, dat doe ik niet. Een gezonde schoolkantine, wat net al genoemd is. Wij bezoeken nu voortgezet onderwijsscholen om een dienst te leveren waarbij we de schoolkantine bekijken. En dan zijn er mensen van ons die dan die schoolkantine induiken en tot op het niveau van de mueslibar informatie geven. Die zeggen, ja, als je deze mueslibar nou eens vervangt door dat, dan is dat ongeveer hetzelfde, maar veel beter. En dan geven we ze ook een boekje waar dan op maat ook in staat wat de adviezen zijn. En we komen dus niet als politieagent, we gaan niet oordelen over die scholen, we geven ze alleen advies. En dan zie je, we hebben er nu 350, morgen hebben we een feestje op het voedingscentrum, hebben we 350 scholen hebben we dan bezocht. En dat is best veel, want je kan er maar 1 per dag bezoeken. Dat kan alleen maar tijdens de lunch, want anders zit die kantine gewoon gesloten, kan je niet tellen. En dat alle scholen gaan op één na, dat er een conrector was, daar was wat mee, die gaat met zijn armen over elkaar zeggen, nee, ik wil het niet. En alle anderen die zeggen, ja, dat gaan we doen. En dan praat je dus tegen scholen die al tot hier zitten, met allerlei opdrachten van ministeries en doelstellingen en de financiering die ze rond moeten krijgen. En dan kom je met een positief verhaal over voeding en hoe ze daaraan bij kunnen dragen. En dan zie je dat ze eigenlijk allemaal staan te trappelen. Nou, allemaal heel graag meedoen met de oplossing. En daar wil ik het bij laten.